Oh, just imitating. In de kleedkamer. Ja, wat moet gebeuren, het moet gebeuren. Een hele goede morgen. Het is... Pop. Juffendag. En vanmiddag ga ik een theaterschool uitproberen. Zo, en nu moet ik me eerst nog even omkleden, zoals je ziet. Ik zit weer helemaal onder het spuug. Zo, ik ben weer bij het gemeentehuis. Weer een nieuwe poging. De paspoort van Jax ophalen. Dus Jax en ik gaan samen even naar binnen. Gaan we eens even kijken hoe die is geworden. Ben heel benieuwd. Nou, het is gelukt hoor. Hij is zo mooi geworden. Nou, echt. Wat een geweldige foto, is het niet? Ja, goed. Ik ga heel eventjes winkelen met Jax. Want ik moet straks toch hier in de buurt zijn om Jola van de theaterschool op te halen. Dus ik dacht, ik ga mijn slag slaan. Hij ligt toch lekker te slapen. Nu het nog kan, hè? Dit is gaat heel schattig voor jou. Oh my god, wat schattig. Een petje. Maar deze is niet zo heel leuk. Zo handig, hè? Shoppen met een kinderwagen. Ik ben weer thuis. Er was super veel in de sale. Overal. Niet erg goed. Vooral niet in H&M. Maar eigenlijk ook weer heel erg wel goed. Want aangezien ik gewoon heel weinig pas, heb ik ook heel veel nodig. En dat was nu heel makkelijk, want het was kostte geen drol. 5 euro's. Shirtje. Nog een wit shirtje, omdat ik die altijd nodig heb en nooit heb. Deze bij de Only. Deze ook bij de Only. Ja, het is overal uitverkoop. Heeft iedereen nodig die op vakantie gaat naar de camping. Die mama net niet zien, heb ik ook. Ja! Hier, die is even voor jou. Goed, hè? Een badpak. Ja, ik dacht, waarom niet een keer groen badpak? Deze vind ik heel erg leuk. Die had ik gezien al een keertje bij iemand anders. Die stond heel erg mooi. Ik weet niet of die bij mij ook zo mooi gaat staan. Hij is zo leuk, deze. Hoort dat bij elkaar zo? Nee, het hoort niet eens bij elkaar, maar het lijkt gewoon op elkaar. Ja, leuk. Die mouwtjes ook. Dit is wel een beetje lastig met borstvoeding geven, want dan moet dit natuurlijk met mijn arm er helemaal uit. Maar goed, hè? Lofies, daar ben ik heel erg fan van, al weet ik niet of ik het goed uitspreek. Ik ben er eigenlijk pas achter dit merk gekomen. Echt zo leuk. Nog een shirtje. Love it! Zo, dat was de mini shoplog van de H&M sale, Lofies. H&M sale. En de rest hadden jullie in de vlog van maandag al gezien natuurlijk. Want toen had ik ook nog wat dingetjes online gekocht. Dus ja, het is een beetje verdeeld allemaal. Jax die is lekker meewezen winkelen, maar die moet even wakker worden. Hè? Ja. Ja, je hebt een hele streep op je gezicht. Oh, gossie, snel drinken. We hebben weer een nieuwe HelloFresh box binnen. Dat betekent weer heerlijke maaltijdjes voor de komende dagen. Wereldgerechten, vega. Ik zal eerst even bijpakken wat we hebben. Het menu is... Die is het geworden? Oh, Jola mag uitkiezen welke we als eerste gaan eten. En dat is deze geworden. Plat brood pizza met gegrilde courgette. Lekker joh. Die gaat 25 tot 30 minuten duren. Dan hebben we nog de linkse salade met blauwe kaas. En dan hebben we nog quinoa vet uit de oven. Oh, wat lekker allemaal. Nou, komende 3 dagen super lekker eten dus. Oké, je maakt het dus aan de hand van dit receptje. Dat is echt super simpel. Heel erg fijn. Niet vergeten trouwens, 25 euro korting krijg je als je de code DISNA25 gebruikt dit keer. En je kunt het ook gewoon in de vakantie op stop zetten of meenemen op vakantie. Vet handig. Let's go. Nou, Jola heeft eten uitgekozen, schat. Heel mooi. Pizza. Ik ben helemaal klaar voor. Ik heb mijn eetoutfit al aan. Gaan we uit eten? At home, uit eten, at home.
Eerst een kus. Ja, hoe was het? Ja, ze vond het heel leuk. Ze wil erop. Ze wil erop. Zo, we eten gewoon in de tuin vandaag. Nou, hoe zomers is dat? Heerlijk. Heerlijk. We hebben zelfs Jacks erbij. Hé, huh? Mannetje. Hij heeft allemaal een beetje in de gaten. Het is super lekker, schat. Ja? Ja. Wow. Als Bart het zelfs lekker vindt, dan is het echt super lekker. En jij, joh? Heel lekker. Nice. We hebben dus even een eettafel gefabriceerd hier. Gewoon op van die dingetjes. Maar Bart is er wel over uit nu. Hij heeft het gezegd. We moeten een echte eettafel in de tuin. Moeten we maar eens kiezen. Ja. Mama, filmp je toch, hè? Oh, misschien kunnen we nu juist, nu dat de zomer al is begonnen, eentje vinden in de stalen. Zo jongens, ik ga even de was vouwen. En dan was het plan eigenlijk daarna nog even wat editen, maar oh, die is nou nee, dat ga je niet doen. Ik ga vroeg slapen vandaag. Ja, dat hebben jullie vast wel gezien in de afgelopen andere vlogs, dat ik best wel vroeg ben opgestaan. Ik denk al meer dan een week om 5:30, 6:00. En dan begin ik wel aardig te voelen nu, dus ik ga even proberen daar iets van in te halen, als het lukt. Geen idee. Een hele goede morgen. Het is donderdag vandaag en Bart heeft de oplader weer eruit getrokken, zie ik. Want mijn batterij is nog steeds leeg. En die haalde ik er net uit. Aha. Ik heb pasta strikjes nodig, want ik ga pasta salade maken voor turnen. Want Jola, die altijd de laatste keer dat ze gaat turnen voor het einde van het seizoen, dan neemt iedereen wat mee. Dus ik wilde pasta salade maken. Maar dat vind ik zo leuk met die pasta strikjes. Maar deze meneer hier, die zei gisteren dat ze dat niet hadden. Er waren geen strikjes bij de Plus. Geloof me nou maar. En nu hoor ik dus ook dat het niet eens noodzakelijk strikjes hoeven te zijn. Maar dat je dat gewoon leuk vindt. Ik heb echt 4 verschillende alternatieve pasta soorten meegenomen. Niet. Dat waren allemaal... Nee, dat waren allemaal niet echt pasta's die je in een salade doet. Ja, die heb ik niet meegenomen hoor. Nee, maar zou ik het dan met deze doen? Strikjes. Nee. Oh, het moeten strikjes zijn. Eigenlijk wel. Wat zijn dit dan? Stropdasjes? Zo. That's already ready. Bart gaat vanmiddag naar... Just imitating. Ah, nou, kan je wel beter doen. Super grappig. Ik was net dus bij de winkel weer om dat rokje wat ik gisteren van Lofies had gekocht te ruilen voor een andere maat. Maar wist je dat er van dat merk gewoon elke week nieuwe items uitkomen? Hoe grappig is dat? Dat vertelde de verkoopster net aan mij. Dus ik kan gewoon elke week in die winkel kijken of ze weer nieuwe dingen hebben. Dat is niet goed voor mij. We gaan nu Jola de inschrijving even langsbrengen bij de theaterschool. Hé joh? Zo, we zitten buiten. Lekker gezellig. Ik ga zo even wat eten buiten. Hier zijn de meiden aan het turnen. Tada! We zijn aan het apenkooien. Maar deze man die moet tussendoor ook even drinken. Dus ik ga even hier voeden. In de kleedkamer. Ja, wat moet gebeuren, moet gebeuren. Het is wat, hè? Met je zus. Nou hè. Nou, we hebben natuurlijk al het een en ander gegeten daarnet bij turnen. Maar het is super lekker weer. En het is nu pas avond. Dus we gaan alsnog even wat eten. Maar ik dacht, laten we dan vandaag voor de HelloFresh linzensalade gaan. Want dat is niet zo zwaar. Even een lekkere saladetje. Daar heb je toch wel zin in, joh? Ja. Ja, Jola is helemaal kapot. Ook wel eens even gezellig zo met stevens, hè?
Jola die heeft lekker gedoucht. En Bart die staat nu bij M&M. Als hij heeft gefilmd, dan schakelen we nu over op Bart. Well, the real Slim Shady, please stand up. We're gonna have a problem and handle like, but you've never seen a white person before. So he didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, what? It is Dr. Dre said. Everything that I love killing me, and I can't conquer it. My OCD's talking me, the head keep knocking. Nobody's home. I'm sleep talking. I'm just relating with the voice in my head saying, "What's the messenger? I'm just friends with." Is hij lekker? Slade? Mm-hmm. Ik vind hem ook echt super lekker fris. We hebben wel weer veel te veel. We hebben echt veel over. Zo, die was weer super lekker. Deze bewaar ik nog eventjes voor morgen. Dat zien jullie in de volgende vlog. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Ik spaar ook altijd al die kaarten op, weet je wel. Dat ik gewoon, eigenlijk heb ik straks een heel receptenboek van mijn favoriete vega recepten. Echt mega handig voor inspiratie. Wat trouwens ook heel erg handig is, is ga je op vakantie of niet? Maakt niet uit. Als je niet op vakantie gaat, kun je wereldgerechten uitkiezen. Dus dat je echt het gevoel hebt van, nou, ik ben thuis, maar ik ben toch wel echt heel gevarieerd en anders aan het eten. Maar je kan hem ook meenemen op vakantie. Misschien zit jij wel in een huisje of op een camping en dan kan je het gewoon in je account op HelloFresh aanpassen. En dan kun je het laten bezorgen op je vakantie. Wat je ook nog kan doen, is als dat allebei niks voor je is, is gewoon je HelloFresh even op pauze zetten. Wanneer je op vakantie bent. Genoeg daarover. Bart is er even lekker niet. Ik moet zeggen dat ik dat best wel even lekker vind. Heel lullig misschien, Bart, sorry. Maar gewoon heel even alleen. Zo. Oh. Heeft natuurlijk niks met tussen mij en Bart te maken. Hè? Want het gaat echt, wauw, van een leidakje. Anyway, ja, dat was hem. Dankjewel voor het kijken. Rock that joint.